omstreeks 1975, 76, was een van onze zoons die in Groningen had gestudeerd opgeroepen voor de dienst en lag in Amersfoort als dienstplichtige en kwam een weekend thuis en zei: God, ik begrijp er niets van. Ik ben gevraagd om mee te doen als vrijwilliger bij een erewacht voor gevallen Russische militairen in de buurt van Amersfoort. Kan dat nou in de Tweede Wereldoorlog? Zijn er toch nooit Russische militairen in Nederland geweest? Ik zeg: God jong, hoe is het mogelijk? Jij praat over iets wat me nog altijd in het hart gegrift is. Dat zijn inderdaad Russische krijgsgevangenen. Die zijn in het jaar 1941 naar Nederland gebracht. En hier in het kamp Amersfoort terechtgekomen. Waar ik later ook terecht kwam. En ik heb van die arme mensen de laatste weken van hun leven meegemaakt voordat ze vermoord werden. En daar is dus blijkbaar een monument voor ze. Dat wist ik helemaal niet. Dat vind ik geweldig. Ik was in verzetsactiviteiten verzeild geraakt, als je het zo mag noemen. We hebben eerst al eind 40 in Delft, waar ik toen studeerde, een studentenstaking gehad. Enfin, sindsdien was het daar altijd roerig. En op een gegeven moment ben ik met wat kameraden beschuldigd van, verdacht althans, van het maken van een illegaal blad. En daarvoor ben ik opgepakt met die kameraden. En op die manier ben ik via de gevangenis in Scheveningen in het kamp in Amersfoort beland. Het zag eruit als, zoals ook nu, bomen. Maar daartussen waren lugubere barakken. Met de lugubere bevolking. En uitgeput, uitgehongerd, afgebeuld. Was een groot sterftecijfer. Kortom, was geen leuk leven. Toen wij daar binnenkwamen, zag ik, zeg, wie zijn dat? Want ze sprongen eruit, zagen er heel anders uit. De Aziatische gezichtstrekken, hè, waren al in zo'n vreselijke toestand. Zeggen, wie zijn dat? Zeggen, oh, dat zijn de Russen. Dus dat was de gangbare kreet, de Russen. Maar ja, aan hun uiterlijk zag je, ik dacht eerst, wist ik weer waar ze vandaan kwamen, dat zijn Mongolen. Later bleek het zijn Oezbeken, zijn dus Centraal-Aziaten. Dus dat was zeer zichtbaar. Ook de gestaltes, kleine, vrij korte lichaamsbouw. Hè. En mensen die daar Russisch spraken, vertelden ons dat ze ook niet allemaal goed Russisch spraken. Dus ja, zij zijn geen Russen. Maar wel Sovjetburgers en soldaten, want het staat vast dat ze in hun Sovjet-uniformen, dat is geobserveerd, in Amersfoort op het station uit die trein werden gehaald. Die zijn in dit kamp op een hoop gedreven, op de appelplaats, de grote open plaats tussen de barakken. Daar is een prikkeldraadverstelling omheen gezet en die zijn daar 3 dagen in die kooi, bij wijze van spreken, opgesloten gebleven. Daarna moesten ze zich allemaal uitkleden, die zijn met spuiten schoongespoten, ze waren totaal vervuild, verluist, ontluist. En toen tijdelijk bij de andere gevangenen in de barakken ingedeeld, maar tegen eind 41 begonnen ze al zo snel te sterven en konden ze eigenlijk niks meer, dat ze toen in een aparte barak apart werden ondergebracht en ook niet meer aan het werk hoefden, dat konden ze ook helemaal niet meer. En in die toestand heb ik ze daar dus aangetroffen. Een enkeling sleepte zich nog voort over de appelplaats en dat was alles. Je kon geen woord met ze wisselen, volkomen geïsoleerd. Ik heb nog nooit zulke menselijke ellende op een hoop gezien. Daarna liep ik een dysenterie-infectie op en ik kwam in diezelfde geïsoleerde barak, waar zij ook een zaal hadden en apart waren gehouden, kwam ik aan de andere kant van Schot terecht, want de dysenterie-patiënten werden ook apart gehouden uit bang angst voor besmetting van de Duitsers. Dus. En daar heb ik dus nog een paar weken aan de andere kant van dat schot en kunnen observeren. Wat doen die mannen onder ons van de andere kant van de wereld? Waarvoor zijn die hier? Dat moet zijn.
En dat klopt ook, want degenen die dat nog hadden meegemaakt zeggen ja, die zijn met een grote omweg, toen ze waren aangekomen met de trein, in hun vieze toestand en op blote voeten deels door een lange omweg door de stad, aan Den Volker getoond om te laten zien wat voor untermenschen die Oosterlingen waren die de Duitsers daar bestreden in, voor ons aller heil. Maar als dat de Duitse berekening was en hun tocht is vanuit het Reichssicherheitshauptkamp in Berlijn gepland. Ze kwamen niet toevallig hier, daar is over nagedacht. Maar dan denk je, als je dat dacht, dan zou je zeggen vandaag in Amersfoort en morgen gaan we naar Zwolle en dan gaan we naar Groningen. Dan, maar er is dus nooit meer iets met ze gedaan. Dus blijkbaar was het effect van het tonen van die mensen precies omgekeerd van wat ze verwachten. Althans, dat moet je denken. De kamparts heeft van twee van die mannen, toen ze gestorven waren, het hoofd laten afhakken. De schedel geprepareerd als een soort exotisch tentoonstellingsobject. En die waren in zijn dokterskamer op een schapje tentoongesteld. Je kunt je helemaal niet voorstellen wat voor gedachtegang zoiets mogelijk maakt. Ja. Echt een extreme misère. Nou, op een ochtend, dat was in april, dus ongeveer een maand nadat ik daar was aangekomen, was er opeens geen ochtendappel, anders moest je altijd om 7:00 allemaal aantreden, het gelid staan, exerceren en voor de dag ingedeeld worden aan het werk. Dat werd afgelast, iedereen moest binnenblijven. De verduisteringsgordijntjes, die had je toen, er waren hele kleine raamtjes in die barakken, helemaal bovenaan onder het dak, maar toch, daar kon je door gluren, die moesten dicht. En toen zagen we door de spleetjes dat die twee vrachtwagens voorreden op het appelplaats binnen. Die jongens daarin gewaaien en weg. Nou, voor ons was dat duidelijk. Dat is hun einde. Die worden omgebracht. Dat konden we natuurlijk verder niet vaststellen of zien. Maar dat is inderdaad niet ver hier vandaan. Een eindje verderop was al een grote kuil gegraven. En daar zijn ze, wat er over was, enkele tientallen, die zijn er neergemaaid, in de kuil gegooid. In en om het concentratiekamp Amersfoort zijn verschillende massagraven ontdekt. De opgravingen worden verricht door de dienst Identificatie en Berging te Amersfoort, die onder het ministerie van Oorlog resorteert. Kleine aanwijzingen maken het mogelijk na te gaan welke slachtoffers hier gevallen zijn. De stoffelijke resten van 116 Russische gevangenen, die door de Duitsers zijn vermoord, worden op de begraafplaats Vredehof in een gemeenschappelijk graf bijgezet. Voorafgegaan door de prior der Russische Orthodoxe Gemeente in Nederland, begeef de stoet zich naar de begraafplaats, waar de laatste van deze 116 slachtoffers in aanwezigheid van vele autoriteiten plechtig ter aarde wordt besteld. Aan de groeven verricht de pope Dionysios de absoute, waarna een vuurpeloton de laatste eer bewijst. Die niemand weet, in een land waarvan ik niks weet. Het ligt even verloren. Je vindt het niet als je niet weet waar het monument is, als die mensen uit Centraal-Azië, Amersfoort, hadden ze een idee waar ze waren, vast niet, geen notie. Ver van iedereen, onbetreurd, wie dacht nog aan ze? En daarom ben ik eerlijk gezegd blij
dat ik op deze dag, laat in mijn leven, nog een herinnering en een eerbetoon voor die groep hier kan helpen bewerkstelligen.